Vanavond wordt het wetsvoorstel voor het verbod op het ontkennen van de Holocaust behandeld in de Tweede Kamer. Kun je kort zeggen wat het voorstel inhoudt? Ja, het doel van het wetsvoorstel is uiteindelijk om een eenduidige norm voor rechters te bewerkstelligen, zodat zij kunnen weten wat nu strafbaar is en wat niet. En in dit geval stel ik voor om het krenkend ontkennen van de Holocaust, dus het ontkennen dat het überhaupt heeft plaatsgevonden, dat de gaskamers hebben plaatsgevonden, om dat strafbaar te stellen, omdat dat zo pijnlijk is voor de nabestaanden. Waarom is dat zo belangrijk voor de ChristenUnie? Waar maakt de ChristenUnie hier zoveel werk van? Nou, omdat we juist mensen willen beschermen die niet voor zichzelf op kunnen komen. Dit is heel pijnlijk voor alle nabestaanden. Je moet je voorstellen als je je gezin, gezinsleden, je familieleden allemaal hebt verloren. En je krijgt dan te horen dat iedereen gewoon maar de Holocaust mag kunnen ontkennen. Dat is dramatisch voor dit soort mensen. Dat is nog een keer of dat ze alle ellende nog een keer moeten meemaken. Is het nou niet zo, het is ook gehoorde kritiek, dat de ChristenUnie hiermee eigenlijk de vrijheid van meningsuiting aantast met dit voorstel? Nee, dat is niet zo. Want er is al een bepaling in de wet die discriminatie en het aanzetten tot haat verbiedt. Dit is een verdere specificatie van de richtlijn om niet aan te zetten tot haat. En je ziet dat de mensen die de Holocaust ontkennen, dat die vaak dat doen op websites van neonazies, van antisemitisme. Dus het zit vaak in de context van het belachelijk maken van het Joodse volk. En daar willen we toch voor staan. We willen voorkomen dat dit zomaar kan plaatsvinden.